Hallo, ik ben Magie, docente aan de schoonheidsschool. Ik geef de cursus hot stone massage. Hierbij gebruiken we opgewarmde stenen, waardoor we een volledige relaxatie bekomen van het lichaam. Ik ga jullie nu stap voor stap tonen hoe men deze massage uitvoert. Voor we met de massage beginnen, nemen we 3 grote stenen die we op het lichaam leggen. We leggen een steen tussen de borst, steen op de navel en een steen op de onderbuik. Dan gaan wij beginnen met het masseren van het been. We wrijven altijd eerst het lichaam in met olie. Daardoor gaan de stenen beter glijden. We nemen de neutrale amandelolie. We wrijven die in onze handen en gaan we zo dus het lichaam inwrijven. Het is belangrijk van voldoende olie te gebruiken, daar de stenen dan beter glijden. Vooral bij mannen die fel behaard zijn, voldoende olie gebruiken. Dan als volgt, eerste stap, nemen wij terug 2 grote stenen. En gaan we onze eerste oefening doen, ons effeurage. Van onder naar boven en langs de zijkanten van het been. Elke oefening herhalen we 4 maal. Dan hebben we onze tweede oefening. Dat zijn de cirkels. Maken we cirkels van onder naar boven toe. Niet op de knie, maar langs de knieschijf glijden. En dan gaan we terug van boven naar onder. Onze derde oefening is de kruisbeweging. Kruisen onder de knieschijf, nooit dus op de knieschijf. Deze oefening doen we ook weer. We beginnen onderaan naar boven toe en van boven naar onder toe. Het is belangrijk dat we regelmatig de stenen verwisselen. Door het feit dat die afkoelen, dat we telkens terug met verwarmde stenen kunnen masseren. Dus nu doen we de vierde oefening. Zetten we een steen op de heup. Een steen voor de enkel en gaan we oversteken aan de knie. Dan sluiten we af met de effeurage. Na het masseren van het been gaan we het volgende been juist op dezelfde manier masseren. Dan gaan we het been toedekken en gaan we over naar de massage van de voeten. Voor de voeten neemt je 2 grote stenen en gaan we de voet uitstrijken. Van onder naar boven toe. Dit doen we ook 4 maal. Dan gaan we nu enkele relaxatieoefeningen doen op de voet. Wij beginnen met onze eerste ontspanningsoefening. Beide duimen onderaan de hiel en de voet als het ware uitpersen. Elke oefening doen we ook 4 maal. Dan hebben we onze wringbeweging, zowel mediaal als lateraal. Onze volgende oefening nemen we de hiel vast en gaan we een rotatie doen. Wij doen dit zowel links als rechts. Dan gaan we rondom de enkel
Onze eerste beweging is van u weg en dan naar u toe. Dit zijn onze oefeningen. Dan nemen we nu een grote steen en 4 kleine steentjes. We nemen dus de allerkleine steentjes. Gaan we onze kleine steentjes tussen de tenen steken. Een grote steen onderaan de voetzool. En gaan we de voet inpakken. Na deze voet beginnen we nu met de volgende voet en dit doen we identiek hetzelfde. Dan gaan we nu over naar het masseren van de armen. We gaan de arm invrijven met olie. Dan nemen we 2 middelmatige stenen. Dan gaan we de effarage doen. We beginnen onderaan naar boven toe. En van boven naar onder toe. Wij doen ook weer elke oefening 4 maal. Dan hebben we onze cirkels. Van onder beginnen naar boven toe. En van boven naar onder toe. Dan hebben we terug de effarage van onder naar boven toe en van boven naar onder toe. Dan gaan we over naar de massage van de handen. Hiervoor gebruiken we een grote steen en een klein steentje. We leggen de hand op de grote steen en gaan lijntjes trekken tussen de vliezen van de vingers naar de pols toe. Dan gaan we de vingers masseren met een duwende, trekkende beweging. Gaan we de handen omdraaien. Dan leggen we een grote steen terug in de handpalm en maken we kleine cirkeltjes van boven naar het hand toe. Dan gaan we de handpalm masseren met onze beide duimen van boven naar beneden. Dan de vingers masseren weer met een duwende, trekkende beweging.
Dan sluiten we de massage van het hand af. Dan leggen we de steen in de handpalm en we dekken de arm toe. Na de massage van de armen gaan we over naar het gelaat. Voor het gelaat hebben we twee kleine steentjes nodig. Dan gaan we lijntjes trekken. We plaatsen de beide steentjes in het midden van het voorhoofd. En we gaan lijntjes trekken van de wenkbrauwen tot de haarlijn toe. Gaan we onderaan de ogen. De lijn van de neus, de bovenlip, de onderlip. Plaatsen de beide steentjes op de kaakrand en gaan zo verder naar de slapen met een lichte, duwende, draaiende beweging. Deze oefening herhalen we 4 maal. Nu gaan we de stenen verwijderen op het lichaam. De stenen van de handen. En dan de stenen tussen de teentjes van de voeten en onderaan de voetzool. Dan gaan we nu verder met de massage van de achterzijde. Voor we met de massage beginnen, leggen we 3 stenen op de rug. We leggen een steen tussen de schouderbladeren, midden in de rug en op de onderrug. De massage van de benen is exact hetzelfde als de voorzijde. Dit hebt u reeds gezien in het begin van de film. Wij gaan nu verder met de massage van de rug. Dan nemen we de stenen weg. En gaan we de rug invrijven met olie. Dan nemen we een middelmatige steen. Daarna nemen we 2 middelmatige steentjes. We plaatsen 1 steentje midden op de nek. Het andere steentje voor de monnikskapspier. En gaan we het steentje laten we staan. En gaan we die spier oprollen met de duim. Dit doen wij zowel links als rechts. Dan zetten we beide steentjes vooraan de spier en gaan we die over de spier rollen. Wij doen ook weer elke oefening 4 maal. Daarna gaan we de monnikskapspier afstrijken naar de schouder toe. Dan nemen we 2 grote stenen en gaan we langs de ruggenwerven de effarage doen. Van onder naar boven en langs de zijkanten terugkomen. Dan beginnen we bovenaan en gaan we halve cirkels maken. Wij beginnen van boven naar onder en gaan terug van onder naar boven.
Daarna maken we de kerstboom. Na de kerstboom hebben we de grote 8. Onderaan beginnen. Daarna gaan we de zijflanken optrekken met de beide stenen. En afwisselend met de stenen. Dit doen we zowel links als rechts. Dan gaan we terug afsluiten met een effarage. Langs de rugwervel en langs de zijkant terug. Dan hebben we nu een volledige hotstone massage gedaan. Nu hebben jullie een volledige hotstone massage gezien. Bij het inschrijven van deze cursus in de schoonheidsschool krijgen jullie gratis een starterspakket met stenen. Zodanig dat jullie dadelijk aan de slag kunnen. Veel succes ermee en tot ziens!